Hey, hier is weer een korte video vanaf de JKIC Super Conference in Orlando, Florida, waar we zojuist vanochtend Dan Kennedy on stage hebben gehad. De grootmeester van copywriting, een man waar ik heel veel van heb geleerd en die een 2 uur lange presentatie heeft gehouden over acceleration. Dus hoe kun je je business veel sneller laten groeien. En ik wil een tip met je delen die ik van hem heb gehoord vanochtend, waar mijn fantasie flink van door werd geprikkeld. En zijn letterlijke one-liner was, hier zie je mijn aantekeningen uit zijn talk. Zijn letterlijke one-liner was, don't do anything people are doing that goes slower than you want to go. Dus als je in je business hetzelfde doet als je concurrenten doen, en dezelfde vormen van marketing gebruikt, dezelfde sales technieken gebruikt, hetzelfde producten verkoopt, dan val je niet genoeg op om echt snel te kunnen groeien. Als je dat wel wilt, doe dan iets heel anders. En een leuk voorbeeld daarvan kwam uit een andere presentatie die ik hier vanochtend gehoord heb. En dat was een presentatie van, weet je die man ook alweer, Michael Lafido. Ook een hele leuke speaker. En hij gaf me een goede tip over hoe je video-e-mails kunt sturen. Dat betekent dus dat je een mail stuurt, bijvoorbeeld naar je mailinglijst of een nieuwsbrief, waarin video zit. In de mail zelf zit een video die direct gaat afspelen. Dus je hoeft mensen niet meer door te sturen naar de landingspagina, je hoeft ze niet meer door te sturen naar je Facebook of naar YouTube of naar wat dan ook. De video waarin je communiceert, wat je wilt communiceren, begint direct af te spelen in de e-mail. Wordt nog heel weinig gebruikt, kun je ontzettend mee onderscheiden, dus vinden je klanten heel erg leuk. En je kunt dat doen met een nieuwe tool waarvan ik je de naam ga geven, die heet bombbomb.com. Het klinkt, het rijmt lekker, dus het is makkelijk om te onthouden. Dus bomb als in het Engelse woord voor bom, met B-O-M-B. Bombbomb.com, daarmee kun je livestreaming video in je e-mail zetten die je uitstuurt, bijvoorbeeld naar je mailinglijst. Een hele goede manier om niet hetzelfde te doen wat iedereen al doet in jouw markt. Hele leuke manier om je te onderscheiden. Tot later.